Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 4 januari van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we overwegend veel wolken boven het midden en het noorden van Europa. En het weer hangt samen met een lage drukgebied dat trekt richting Polen. En het zorgt ervoor een noordelijke stroming, aanvoer van koude lucht over veel plaatsen van Europa. En een zwak frontsysteem trekt richting de Alpen. En dat levert het komende etmaal flink wat neerslag op, vooral in het zuiden van Duitsland en in de Alpen. Kan er zo'n 30 tot 50 mm aan neerslag gaan vallen. En dat betekent een halve meter aan sneeuw. Maar morgen is het gebied alweer weggetrokken, maar waait het flink nog vanuit het noorden. Dus al daar flink wat wind. Maar in onze omgeving wordt het vanavond en vannacht geleidelijk aan rustiger. We hebben met buien te maken. Als we naar de radar kijken, zien we ze van noord naar zuid over het land trekken. Maar de buien die verdwijnen in de loop van de avond en nacht. Vanavond kan nog een enkele vallen en daarbij is kans op winterse neerslag. Maar vannacht beperken de buien zich tot de kustprovincies. Verder landinwaarts klaart het flink op en gaat het licht vriezen. De wind neemt geleidelijk aan af. En morgen is het vrij rustig en koud winterweer. In het noordoosten van het land ligt de temperatuur in de middag rond het vriespunt. Vlak aan zee wordt het 4 graden. Het is vrij zonnig en alleen aan de kust kan nog een enkele bui vallen. Dan hebben we vrijdag een koude dag, een ijsdag, de eerste ijsdag van het jaar voor het oosten en midden van het land. Maar geleidelijk aan zien we wat meer bewolking en in de avond zou er wat winterse neerslag kunnen gaan vallen. Want er komt zachtere lucht aan en dat levert op zaterdag wat regen, sneeuw of ijzel op. Maar in de loop van de zaterdag verdwijnt de kou en stijgt de temperatuur overal naar 3 tot 8 graden. En op zondag zitten we in de zachte lucht met 5 tot 8 graden als middagtemperatuur. Het is bewolkt en regenachtig. En als we kijken naar de temperatuurverdeling voor de dagen daarna, dan zien we dat we vanaf volgende week in de zachte lucht zitten en dat van winterweer geen sprake meer is. Ik ben Diane Woy van Weerplaza.nl.